en onverstandig. Woedend waren ze bij het CDA. Ja. Heel boos. Ja, nou, nog steeds wel een beetje. Ja, heel boos waren ze, vertel. Vooral Hugo de Jonge, ja. Dat was van allegenen die naar buiten kwamen, was die echt het meest boos dat het niet was gelukt, het overleg. Dat was, zijn ogen stonden echt woedende ogen waren dat. Ja, dus jullie waren boos bij het CDA? Ja, we waren boos en we zijn nog steeds een beetje boos, want het is gewoon cynisch. Het is echt roekeloos geweest hoe dit kabinet ten val is gekomen. Echter, de knop moet om. En de knop ging om. Het speelveld ligt open, om even in de clichés te blijven. Maar je merkt wel dat nu die campagne gewoon gaat beginnen. Nou, dan zijn we strijdbaar ook. Ja, maar die campagne is eigenlijk gewoon al meteen begonnen, toch? Of niet? Die is al begonnen, ja. Welke plek kom jij te staan op de lijst, denk je dan? Nou, daar ga ik niet over. Nee. Daar gaat de partij over. De vorige keer stond je op plek 21, 23? Ik stond op plek 21. En daarmee was ik de hoogste jongere. Dan ga je het nu niet meer redden, hè? Dan ga ik het nu niet meer redden, maar ik vind wel echt... Kijk, ik ben 4 maanden geleden begonnen. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik heel graag het verschil wil maken voor de jongere generatie. Ik vind ook dat de jongere generatie nu een stap naar voren moet zetten. En al die mensen die deze week hebben aangegeven... Nou, ik moet er even over nadenken, hoor. Ik moet even een vaag antwoord geven. Nou, laat mij dan maar duidelijk zijn. Ik wil door. Ik wil me daar keihard voor inzetten voor alles wat er moet gebeuren in Nederland. En dan is het aan de partij. Het meest spannende is natuurlijk wat nu deze week gaat gebeuren bij jullie. Wie wordt de lijsttrekker? Wie van de... Het gaat nog lang duren bij het CDA. 14 augustus maken jullie dat pas bekend. Nou ja, maar dat is dus ook onverstandig. Hè? Je moet dus niet... je kunt denken van nou, zolang er over wordt geschreven, dan is dat goed. Maar iedereen geeft nu duidelijkheid. Dus als ik CDA was geweest, dan had ik gezegd... Partijvoorzitter, maar ook die gaat al weg. Dan had ik gezegd, we gaan snel een besluit nemen. Want het beeld verandert natuurlijk of je kiest iemand van buiten... of je kiest iemand uit de fractie. Nou, uit de fractie is dat, zijn er misschien een paar kandidaten. Ik zie geen reden om daar nog een... er komt geen lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. Heel verstandig. Dus dan kun je... Ja, dat ging vorige keer niet zo lekker bij het CDA, hè, Mats? Ja, maar dan kun je beter de knop doorhakken en gewoon snel een besluit nemen. Ja, maar waarom duurt het zo lang bij jullie? Nou, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het juist wel goed. Nu onder stoom en kokend water, dan maar meteen iemand doorschuiven. We hebben gewoon bij het CDA... Dat is, ik mag toch hopen dat er al veel eerder over nagedacht wordt. Als Wopke Hoekstra zou stoppen wie het dan zou kunnen overnemen. Het is toch niet dat denken pas begint op het moment dat hij bekendmaakt? Nou, Wopke Hoekstra was tot een week geleden onze partijleider. En het is natuurlijk helemaal niet netjes, misschien dat we dat bij de VVD doen... om al met iemand anders te gaan praten van, nou, jij zou het moeten gaan doen. Wij hebben gewoon een proces, dat loopt tot 14 augustus. Dat geeft mensen de tijd om goed na te denken. Dat geeft ook de tijd voor meerdere mensen om zich te melden. En ik vind dat alleen maar goed. Ben je beschikbaar? Nee. Je bent toch maar mee eens dat het iemand uit de fractie moet gaan worden? Of is dat nog niet duidelijk? Nee, daar ga ik echt niet over. Daar gaat, Nee, daar begrijp ik dat het niet over gaat. Maar je zit wel in de fractie, dus je hebt wel een stem. Dus je hebt wel een opvatting ook of het nou verstandig is... een van de jongeren uit de fractie te nemen... of dat je uitwijkt naar een buitenkracht die helemaal niemand kent. Nou, of het wel of niet uit de fractie moet komen... kijk, daar ga ik echt niet over. Maar wat ik wel wil zeggen en kan zeggen... ik vind echt dat het tijd is, ook bij het CDA... voor een jonger en een frisser geluid. En dat moet ook resoneren in de lijst. Maar dat is ja, precies. Dus dat betekent iemand binnen de fractie. Want iemand die buiten de fractie komt... die heeft een grote achterstand, die is niet bekend. Die zit niet in de Tweede Kamer, zit niet in het kabinet. Dus die kan nooit politiek voeren. Dus het wordt iemand binnen de fractie. En er zijn er maar 3 of 5, misschien maximaal, die daar geschikt voor zijn. Peiling, staan jullie nu op 5 tot 7 zetels met CDA. Ja, oei. Ja, dat, ja. Maar goed, hè, het speelveld ligt... open mensen. Heel politiek Den Haag wordt vervangen of gaat weg. Of wordt, weet je, we gaan gewoon vol met goede moed die campagne in. En we hebben een rete goed verhaal. En we zijn er gewoon klaar voor. Ja, weet je wie ook een goed verhaal heeft? Pieter Omtzigt. En weet je hoeveel geld hij heeft opgehaald? 2 ton zit er al in een steunfonds voor zijn mogelijke partij en campagne. Was vandaag de opening van de Telegraaf. Dan zit hij er natuurlijk met angst en beven op te wachten, of niet? Nee, ik vind het hartstikke goed. Want Pieter Omtzigt heeft al een paar keer aangegeven dat hij als afgesplitst Kamerlid echt ondersteuning mist. En ik vind het goed dat heel veel mensen hem dus ook steunen. Maar ja, met 2 ton campagne voel ik. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met wat voor bedragen daar gaan. Dat is zeker. Ik ben 2 keer lijsttrekker geweest, dus ik ken die bedragen. Je hebt geen idee. Maar even een vraag. Als Pieter nou terug zou willen, en jij bent jong en ambitieus, en je zegt, het is een voortreffelijk Kamerlid, zegt trouwens iedereen, zou jij hem terug willen als collega? Nou, ook hier, hè, wat mij stoort, en ik ken Pieter al heel lang, is dat het vooral over Pieter Omtzigt gaat. En dat we, denk ik, het echt veel beter zouden zijn, ook voor Pieter, als we hem gewoon de rust en de tijd geven om zelf na te denken over zijn toekomst. Dat gesprek is ook niet aan mij, maar ik ga hier zeker niet wat andere partijen hebben gedaan, een soort van open arm en Pieter moet dit doen of Pieter zou dat moeten doen. Vraag, laat dit, hem dat lekker zelf Uiteraard, hij is redelijk autonoom, zou ik zo zeggen. Maar de vraag is niet
wat hij besluit. Maar zou jij ervoor klaar zijn? Ben je daar open voor? Als hij zich morgen meldt, zeg je dan: kom terug, vriend. Beter één vriend terug. Het is niet aan de orde. Kijk, Pieter heeft zelf al gezegd: het boek is dicht. En dan kan ik hier wel zeggen, ja, als hij zou zeggen, dan zou hij dan... Nou, daar ga ik helemaal niet ermee. Hij heeft gezegd, het boek is dicht. Pieter moet alle rust en ruimte krijgen om na te denken over zijn eigen politieke toekomst. Ja. Ooit was jij ook een jong talent, hè, Ed? Nou, ik weet niet hoeveel talent was. Ook was uit Den Helder. Het politiek talent dat ze op jonge leeftijd aansloot bij de VVD. Als je nu je mooie arm is dat hij uit Den Helder komt. Hij komt van de marine. Ja, van de marine, en toen ik 6 jaar was, logeerde ik bij mijn oma in Den Helder. En die woonde tegenover het Marva-opleidingsschip. Daar waren de gaan we niet horen krijgen dat je zo'n opa bent, of niet? Nee, ik ben niet zo'n opa. Okay. Dat zou wel kunnen, trouwens. Ja. Zo ongeveer. Maar even. Je had een vraag. Of je dan... Want we zitten naar een politiek talent te kijken. Dat is die Harmen Krul. Dus hij kreeg de vraag, wil je Kamerlid worden? 24 uur bedenktijd. Iedereen zei tegen hem, doe het niet. 5 mensen raadpleegde hij. En toch is het gaan doen. Hij wordt nu gezien. Ja. Hij stond, want Mats, wat stond hij in een Elsevier-lijstje? Was het, of welk lijstje stond hij? De 30 talenten onder de 30 waar we op moeten letten. Ja, mij niet gelukt, dus dat kan ik toch dus wel zit hier aan tafel. Wat heb je als oud-politiek talent voor wijze woorden voor dit talent? Nou, vind ik het heel goed dat hij toch een mooie carrière kon hebben bij de marine. Dat hij toch heeft gekozen voor het openbaar bestuur. We hebben heel veel jongeren getalenteerde jongeren nodig voor het openbaar bestuur. En hij wist natuurlijk ook dat het een lastige opgave zou worden. Als je als 21ste binnenkomt en zo, kom je straks weer terug. Maar dan tot daarvoor kiezen, daarvoor alleen maar complimenten. Ik heb bovendien ook een beetje uiteraard gegoogeld naar jou. Ik heb ook gezien hoe hij campagne zelf voerde. De beroemde kilometer van jou. Ja, dat soort mensen die een beetje onconventioneel zijn, die hebben we nodig al helemaal bij het CDA, denk ik. Ja.